Deze nieuwsuitzending is geheel gewijd aan mijn eigen. Zei de narcist. Jullie kunnen nu meekijken. Ik heb eigenlijk dan een filmpje. Ik ben een screencast aan het maken. Ik maak er geen gewoonte van, want het kost ontzettend veel harde schijfruimte. Maar deze keer doe ik het even wel, dus het is nogal informatief. Het gaat over mijn site. En als je kijkt naar deze uitzending, dan staat onder deze uitzending dan staat mijn naam, Perry Spatie Winkel. Met dat symbooltje daarnaast. En dat ben ik met mijn Stratocaster. Die is trouwens te koop. Dat is ook nog reclame. Die gitaar die je daar ziet. Die je ook kan horen hoe die klinkt. Klinkt geweldig goed. Die is te koop. Nou, dan moet je klikken op Perry Winkel en dan kom je hier terecht. Dit is mijn kanaal, zo heet dat. En dan begint hij bij Home. En dan zie je er vier staan. Oh, dan. Nou, daar kan je nog doorheen klikken. Maar dat kan je doen. Dat kan je doen. Dat moet je heel lang. Oh, daar is het alweer op. Oké, dat doen we dus niet. Oké, even terug. Dan heb je hier die knop video's. Dat zal je denk ik wel kennen. Dan zie je alle video's die ik erop heb gezet. Een respectabel aantal. Maar daar ga ik het niet over hebben. Die kan je er even doorheen laten klikken. Wat ik jullie wil vertellen, dat zijn die dingen. En die heet de playlists. Want daar werk ik actief mee. Dus dat heeft wel zin. Er zijn een aantal playlists en daar zal ik het niet over hebben. Die ben ik ben aan het opruimen namelijk. En ik ga dat. Ja, die gaan uiteindelijk weg. Natuurlijk dan, hè. Daarom ruim ik ze ook op. Een hele goeie is deze. Qua playlist. Over Marianne Vaastra, requisitor van Henk J. Maus. Erg professioneel. Als ik mezelf even een schouderklopje mag geven. En die behoort ook tot de top one. Mijn Mac begint helemaal te blazen. Dan zit hij naar de 10 en weer de 17. Even wat dingen. Het is ook maar een oud Macje. Die moet ik ook niet te gek maken. De kernel task gaat helemaal wild. Ach nee. Energie. Ah, Google Chrome is heel erg bezig. Even kijken hoor. Even, kom op jongen. Nou goed, laat maar gaan. Laat hem maar even blazen. Maar ik zou er even niet op. Nou ben ik even binnen aan de binnenkant, zoals ik hem dan zie. Dan kan ik naar Analytics gaan. En dan vraag ik hier niet om de laatste 4 weken, maar lifetime. Nou dan zie je toch dat er 200.000 minuten is gekeken naar mijn materiaal. En dat is dan 23.000 keer was er een view. Dus gemiddeld zeg maar iets van 8 à 10 minuten per view. En het aantal subscribers staat op plus 43, maar dat klopt niet, want ik heb er 48. Ook niet zo heel veel, maar hoeft ook niet. En dan zie je dan hier de beste video's. Op nummer 1 staat, op nummer 1, Korte Geschiedenis Nederland. Op een of andere manier is die heel goed gevallen. Had ik helemaal niet verwacht, moet ik zeggen. En dan nummer 2 is Voor Vrijmetselaars. Daar is er ook iets van 5000 minuten naar gekeken. En dan staat hier Over Marianne Vaastra nummer 1. Dus bijna 5000 minuten naar gekeken. En dan Het Gelijk van Johan Oldenkamp. Dus
Ja, deze kan ik jullie allemaal adviseren. Die zijn stuk voor stuk erg leuk. En dan krijg je hier over Marianne Vaanstra nummer 2. Even Seymour doen. Renomiro Dungelsop. Als mijn Mac het volhoudt, don't die on me. Oké, ik zat nog wat leuks onder. Ja, Ronald Bernard, dat is ook wel aardig. Het afscheid van Mira. Met Mira heb ik heel veel succesnummers gehad. Het gelijk van Johan Oldekamp, nummer 5. Die viel dan kennelijk ook in de smaak. Over Marianne Vaanstra, nummer 5. En dan heb je hier Immanuel Kant. Die staat dan op nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die is van nummer 13 of zo. Nou, dit zijn dus de toppers. Kun je ook nog kijken naar die average view duration. Daar kun je ook nog op sorteren. Ook leuk zijn om te kijken naar welke films dan het meest, die echt afgekeken worden. Dat zegt dan ook weer iets over de kwaliteit van de inhoud. Bij hoor, echt lang naar gekeken. Net eentje. Even om jullie te tippen. Dus. Dit is niet. Ik verdien hier geen geld aan. Daar gaat het. Je mag weten dat ik meer dan de helft van de uitzendingen. Die flikker ik weg voordat ze op het net komen. Deze bijvoorbeeld over godsdienst. Daar hebben mensen toch eventjes gemiddeld dik 50 minuten naar gekeken. Nou, voor de hedendaagse gehaaste mens is dat heel wel. Dus dat moet het moet dus goed in de smaak gevallen zijn. Bij de mensen die daar maar toevallig op gestuurd zijn. Toch bekeken door een mannetje of 20. Kijken of ik er nog een zie. Kijk, dan kan je hier nog. Nou, dit waren dan wel de highlights. Deze dan ook nog even. Ja, met Jörg Liesman is erg interessant. Maar goed, we gaan even terug naar die playlist. Ik ga er een paar uitlichten. Die met geschiedenis is. Die is leuk. Die van nieuws, die kan je eigenlijk laten zitten, want alles staat in nieuws. Dat zijn alle video's. Ik heb ze toch maar even in die playlist gezet. Heb je geschiedenis? Dat gaat daadwerkelijk over geschiedenis. Dit is dan een oudje. Jezus en de samenswering, nummer 7. De ondergang van Duitsland. Daar hoor je nieuwtjes in, dat kan ik je wel vertellen. Dingen die je echt niet wist. Dat is toch interessant, of niet? Er is er ook eentje met die muziek van Karl Orff, O Fortuna. Als je dat muziekje hoort, ik zet het er volgens mij ook nog. Ja, ik doe die muziek ook afspelen. Ik heb ook gelijk een copyright ban gekregen, maar dat is niet erg. Dat betekent dat ik deze video niet mag monetizen op zijn Engels. Die mag ik niet te gelden maken, maar dat doe ik met geen enkele. En dat is dan niet erg, dan krijg je een copyright strike. Dat stelt niks voor. Alleen maar zo'n wording. You may not monetize this. Daar ga ik dan leuk over lopen. Er zit wat achter, namelijk achter dat nummer. Allemaal geschiedenis. Wim Fortuyn, nummer 3. Over het begrip zonde. Ja, tof. Geschiedenis van Noord-Amerika. Allemaal dingen die je niet wist. Dingen over Steve Jobs. Die man van Apple. Dingen die je niet wist. Dat weet ik wel zeker. Het
zit dan? Nieuws 409, humor, 18 plus, about Vietnam. Ik zou niet meer weten waar die over gaat. Dat is ook alweer 200 uitzendingen geleden. Er is eentje met Jörg Liesman, daar komt ze dadelijk maar even terug. Humor 18 plus over vrouwen, nou daar zal ik wel denk ik over de schreef gaan. Mezelf kunnen nu. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel interessant hoor. Altijd leuk voor een regenachtige middag. Als je toch niet naar buiten kan. Oh, lekker binnen zitten. Wat heb ik hier dan? Ephesians. Daar weer bezig. Dat moet weer wel van de band de Bijbel te maken hebben. Dus dat allemaal is in de playlist geschiedenis, maar die komt er wel terug in de Bijbel ook. Oh, de geschiedenis van Willem van Oranje, oftewel Willem de Zwijger. Daar maak ik nog een leuke vervelende fout in. Dat heb ik nog moeten rectificatie. Oh ja, hier staat de rectificatie. 4 minuten 33. En dit is de originele, 5:44, geschiedenis Willem van Oranje, Willem de Zwijger. Die duurt de normale tijd, meestal 1 uur ga ik iets overheen. En daar zit een blunder in. Daar ben ik op geattendeerd door Jörg Liesman. Die zei, hey man, als je toch zijn eigen wijs lopen doen, dan zeg alsjeblieft dat wat waar is. En deze is heel leuk, nieuws 594, Albert Einstein was een flapdrol. Die moet je even bekijken. Leuk. Dit over Theosofie. Helena Petrovna Blavatsky. Sorry. Een hele recente, 6:13, heb ik net pas gemaakt. Over Maarten Luther. Ik ga komende woensdag ga ik met Jörg Liesman ga ik het ook hebben over Maarten Luther. Maar dan meer op. Dit doe ik dan, een beetje uit de losse pols. En Jurk is echt zo'n hele serieuze geboren te Hamburg, heeft gewerkt voor de NATO. En nou is hij veganist en hij zorgt voor zijn moeder die hem in een rolstoel zet. Een hele serieuze man. Nou, die weet met de partij dingen, jongens. Zo had ik net. Ja, dat wordt hem wat. En deze nieuws 596 over Anne Frank, haar dagboek. Ik heb dat dus hier, ik heb dus een uitgave van de staatsuitgeverij over Anne Frank, haar dagboeken. Dan val je van de ene verbazing in de andere. Het heet ook Jodenpesterij. We gaan even de Joden pesten. Nou, dat was dus geschiedenis. We hebben hier categorie filosofie. Zit een beetje overlap tussen hoor, maar hop, die mag je uit. Dit is dan die hele oude, 237 over Immanuel Kant. Die is vrij vaak bekeken. Die stond bijna bovenaan. Volgens mij klopt dit getal dan hier niet. Maar dan pak ik de grote jongens. Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger. Dat zijn wat mij betreft de vier grote filosofen. Oost-Duitsland. En dan ga ik nog wat andere mensen afzeiken. Charles Darwin, die krijgt een emmer water over zich heen. Isaac Newton, daar ging ik mij een beetje buiten mijn boekje. En daar heb ik daar een rectificatie op gemaakt. Bertrand Russell, die wordt volledig afgezeken. Ja, ik moet op zeggen. Bertrand Russell is er weliswaar dood. Is er over de dood en niks dan goeds. Maar ja, wel hele erge dingen gedaan hoor, meneer Russell. Bah. Richard Dawkins, die evolutionist. Die stamt van de apen af. En dat kan je goed merken hoor. Echt, mensen die van de apen afstammen, die zijn nooit helemaal losgekomen van dat aapachtige. En hier over loonbelasting, over huisdieren. Ja, dat is echt wel een schattende informatie.
dit zo zie, dan denk ik van wauw. Deze is cool. Maar nieuws 323. Voor atheïsten, theïsten en deïsten. Eat this mofo. Ja, als je het toch hebt over dingen, ja, kom op man. 33 views is veel te weinig. Dat is echt veel te weinig. Daar heb ik nog een thumbs down op gekregen ook. Ongetwijfeld van een atheïst. Die voelde zich gruwelijk beledigd. Moes, mooi zo. Die heeft tenminste een klein beetje opgelet. Ja, zeg wat. Over onderwijs is heel leuk. Over porno. Ja, Karel Orff over Fortuna, die zit er dan ook bij. Dat is dat die dubbele vermeldingen. Dat ik hem in twee lists zet. Over de Bijbel is wat tof. CO2, schei, natuurkunde en humor. En hier dan nieuws 376, Bijbel, Spreuken 15 vers 1. Bijbelboek, Spreuken. Proverbs, chapter 15 verse 1. Die zal ongetwijfeld ook in het begrip, in de playlist Bijbel staan. Over metafysica. Heb je hier 419 voor vrijmetselaars en dan het vervolg? En die heeft dan helemaal niet zoveel. Ja, die maar 25 views. Wat mag ik zeggen. Na zich. Oh, dit is een hele interessante. Over de volle maan. Daar snap ik iets niet aan. En jullie denk ik ook niet, hè? Je kan er gewoon een willekeurig eentje uittrekken. En die zat dus weer, Albert Einstein was een flapdrol. Die zat dus ook in geschiedenis. En deze is erg tof. Die recente, Arthur Schopenhauer, boekbespreking. Van Über die Grundlage der Moral. Die is tof. Daar ben ik zelf ook weer wat aan het leren. En dat is altijd, dan ben je de leukste leraar, hè? Als je zelf aan het leren bent. Dan leg je het ook goed uit. En als je zelf alles al weet, dan... Ja, ik weet al eens over hier. Gaan we even helemaal terug. Je zit het nou weer te spelen. En dan dit, deze ben ik het meest trots op. Dat is de Bijbel. Die anderen zijn ook tof, maar... En dan vooral die... dit is dan samen met Jurk Gliesman. Ach, dat is hartstikke leuk. Jurk die leest nog niet zo lang de Bijbel, hoor. Ik lees al Bijbel, maar dan niet zo intensief als hij. Maar vanaf mijn 12e jaar. En hij sinds een jaar of... Dus dat zijn... Voor mij minder dan 10 jaar. Maar tuchtig hoor. Geweldig. En mijn avonturen, mijn internet, Skype dinges. Hè. Je ziet het ook hier in beeld. Hè. Dat is een, ik doe een screencast. Dat is best wel tof. En dan heb ik dus de King James of de Statenvertaling in beeld. Of allebei, dat ik ze omwissel. Ik kan dan... Ja, dat doe ik meestal. Want hij leest voor uit de King James in het Engels en ik doe de Statenvertaling. Kan je meelezen? Ja, de Bijbel blijft toch het meest uitgebreide, oudste, zwaarste, diepgravendste boekwerk van de mensheid. Met op nummer 2 denk ik de Upanishads. Met de Veda's. En dan komt er een hele tijd helemaal niks. Ja, ik hoop dat ik nou geen koranist voor zijn schenen heb getrapt. Ja, deze vind ik eigenlijk leuk. Oh, die staat trouwens ook eentje reclame. Dat zal ook weer gaan over de Bijbel lezen.
Met het bijbellezen is dan... Genesis 6. Oh ja, dan komt dus Michael komt erbij. Die is hartstikke... Michael is een hele vriendelijke jongen. Dus dan heb je mijn stem, zei de gek. De stem van Jörg Liesman en die van Michael. En Michael woont in Duitsland vlakbij Venlo. Net over de grens. Die hebben twee uitzendingen gemaakt met hem. En dan wat recenter. Dus doe ik hier Hosea, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9. En hier verstaal ik dan in straattaal Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Matthäus is een leuk evangelie, man. Het dikste evangelie, het eerste en dikste evangelie. Het begin van het Nieuwe Testament. Ja, bij de Bijbel, ook voor de Bijbel is God een vrouw. De aanleiding van een ding wat ik gezien heb bij Jesse Lee Peterson. Jesse Lee Peterson staat onder deze uitzending. En hier een recente. Dat is COC, dat is die homoclub. En die hebben iets gezegd over een, wat ze dan noemen, een Amerikaanse haatprediker. En die heet Steven Anderson. Die ken ik. Nou, die ken ik niet persoonlijk, maar... Daar heb ik veel naar geluisterd. Maar een beetje vermoeiend in zijn woord, wat hij zo... En dan die zaal helemaal van... Amen, halleluja. Ja, voor mij hoeft dat niet zo. Maar hij bespreekt wel de waarheid, was dat nou. En dat mag hij gewoon zeggen. En is hij een haatprediker? Helemaal niet. Hij zegt gewoon... homo's, die moet hij niet. Punt. Al die homo's, die kunnen wat hem betreft zijn rug op. Klaar. Wat is daar nou weer mis mee? Ja, hij zegt niet dat je die homo's van een toren af moet flikkeren. Zoals die woestijnridders daar zo trots op zijn. Helemaal niet. Maar ze komen zijn kerk niet in. Hij heeft geen zin in die mensen. Dus het staat nu een keer in de Bijbel. Als twee mannen in een bed gaan liggen, net zoals een man en een vrouw. Dat is een gruwel in de ogen van de Heer. Hè, van God. Hè? Dat staat in het Oude Testament. Abomination. Ja. Ja, daar kan je geen spijker Spaans of Frans tussen krijgen. Dat is een abomination. Een gruwel in de ogen van God. Klaar. Nou, en als je er anders over wil denken, dat moet je zelf weten. Maar dan heb je niks te zoeken in een christelijke kerk. Dat kan toch niet? Nee. Dan moet je maar je eigen Bijbel gaan schrijven. Dan moet je dat stukje er maar uithalen. En ja, als je dat stukje eruit haalt, ja, dan moet je nog andere stukjes er ook gaan halen. En als je die andere stukjes eruit haalt, dan heb je en passant weer andere stukjes die er dan ook uit moeten. En dan kan je voor de rest kan je al die dingen die je eruit gehaald hebt, die moet je dan gaan aanvullen met je eigen leuke anekdotes. En dan doe je dat toch lekker. Dan noem je het niet de Bijbel, maar dan noem je het de Brubel of zo. De Brabbel. Of, een soort Bijbel voor reetridders. Lekker zelf weten. Ja, dat heet gewoon de mening van vrijheidsuiting. Klaar. Niet overzijken. Het is dan niet de mening van reetridders. Nou, dan moeten ze lekker zelf weten. Wat zij doen, dat vinden andere mensen echt heel erg vies. Bijvoorbeeld ik vind het smerig. Nou, en de laatste, die... trouwens, Rulers of Evil. Die moet ik eigenlijk pleuren in het ding geschiedenis. Maar ik laat hem even staan. Dat is een boekje van Frederik Tuppersorsi. En dat bespreek ik samen met Jörg. Heel informatief over, ja, het gaat puur over geschiedenis. Heersers van het kwaad. Ja, en de laatste die ik even wil aanstippen, dat is Apollo. En dit is puur geinen. Hier heb ik de originele
al dat materiaal wat er destijds op tv was. Dat heb ik erbij gehaald. En dan heb ik dus hier dus een blok gekregen. Dus, ja, of je daar nog... Ja, dat weet ik niet hoor. Dat gaat over Apollo 17. Dat gebruik ik dus copyrighted material. Maar... Ja, bij Karl Orff met O Fortuna is dat verder geen punt. Maar hier ben ik dan kennelijk over een schreef gegaan of zo. Nou, gooi het maar in mijn pet. Maar 17, 16, 15. Waar is Apollo 14 nou? Apollo 13 dus niet, want die is mislukt. Apollo 12, Apollo 11, dat was de eerste. En Apollo 10, die heeft alleen maar een rondje om de maan gemaakt. En dan hier nieuwsuitzending 009, de leukste Apollo-uitzending, aflevering 16b tot nu toe. Die Apollo-dingen, dat is echt te gek voor woorden, man. Zou ik even naar kijken. Ik heb hier een reactie gekregen van wie? Ja, dat gaat over een reactie van deze vent. Van Anonymous. Oh, hij heeft erop gereageerd. Ja, ja. Weet jij wat, waar dit over gaat? Anonymous 005 heeft gereageerd. Nou, dan komt zijn reactie. Hoeveel graden koeler zou het zijn als de mens niet had bestaan op deze planeet? Lalalalala. En, nou, een beetje flauw, een beetje zouteloos vind ik het. Dan heb je dus twee replies. Zit hier dus, dat vind ik dus een flauwe opmerking. Hè? Het is duidelijk dat je heel goed rijmen kan, maar het maakt je nog geen kritische, alwetende opperman. Ja, we zitten nou te zeiken, man. En dan komt Jurk komt er even bij, Jokler 66. Weet jij eigenlijk wie die mask op je avatar moet voorstellen? Al eens erover nagedacht wie de beweging is van Anonymous. Zijn Nederlands is niet helemaal. Wie die beweging van Anonymous heeft opgericht. Of voor wiens agenda deze werkt. Weet jij dat wie dit is? Volgens mij is dat Guy Fawkes. De man die het Britse parlement wilde opblazen. Inclusief de koning. Ja. En deze vent meneer Anonymous 00005. Die loopt dus met het masker van Guy Fawkes. Guy Fawkes was een terrorist. Ja. Die is betrapt in een kelder van het parlementsgebouw. Met meer dan 30 vaten buskruit. En ja, hij zat dus te wachten tot de hele boel daarboven volgelopen zou zijn. En dan zou hij zijn tondeldoos pakken. En een lange lont aansteken. En dan zo hard mogelijk weglopen. Want als dat doorgegaan was, dan had de geschiedenis er heel anders uitgezien. Maar Guy Fawkes is gesnapt. Ik hoop dat ik dit goed... het zeg. Maar volgens mij is dit Guy Fawkes. Maar dat is een regelrechte terrorist. Ja, Jurk, die weet het wel. Ik ook. En van Guy Fawkes, of dat inderdaad zijn masker is, dat valt te bezien. Nou, wat je hier trouwens ziet, is mijn website. Oh, er staan nog meer leuke dingen op. Dat is www.perry7.nl. Ja, ik ga nu die bijstand in. Ik weet niet of ik het ding in de lucht kan houden. Of dat ik een vervanging moet gaan zoeken. Ja, zo'n ding kost wel geld in de maand. Hè. Ik draai dit niet op een of andere hostingsmachine bij WordPress of zo. Het zit iets anders in elkaar.
maakt ook dat ik wat meer vrijheid heb in dingen te doen. Het is allemaal wel geinig, maar ik weet dus niet of ik het... Ja, maar dat zien we wel. Geen zorgen voor die dag van morgen. En anders komt hij alweer op een dag in de lucht. Wat is dat nou? Hey, super bedankt voor het luisteren naar deze reclame. Voor mijn, ja, met name mijn YouTube kanaal. En zoals je gezien hebt, staat er nogal wat op. Er is een schat aan informatie en er zitten zonder meer uitzendingen bij die je echt interessant zal vinden. Als je geïnteresseerd bent in dingen zoals geschiedenis en filosofie. Nou, per slot van rekening, ik ben geen dombo. Ik ben afgestudeerd aan de landbouwhogeschool met de fatsoenlijke cijfers. En ik heb ook nog gestudeerd in Nijmegen aan de Katholieke Universiteit. Daar heb ik metafysica en taalfilosofie en logica. Allemaal keurige mooie cijfers gehaald hoor. Zevens, achten, zelfs negens. Nou, 1-9, niet overdrijven. Dus ik weet in enige mate waar ik het over heb. En nou, die kennis geef ik toch gratis door. En dan moet je het wel gaan bekijken. En zeker de laatste uitzendingen, zoals sinds de 600, dat ik gestopt ben met alcohol drinken en alles. Niet dat die ervoor slecht zijn hoor, maar ik vind toch de kwaliteit toegenomen. Sinds ik opgehouden ben met Suipenstein. Nou, reuze bedankt voor het luisteren. En op zijn Hamburgs, de stad waar Jurk vandaan komt, geboren is. Op zijn Hamburgs zeg ik tjus en dag toekomstige kijkers.